bent van de marktcommissie. Wat doet de marktcommissie? Nou, de marktcommissie die regelt een beetje de zaken hier op de markt. En we organiseren verschillende reclameacties. En mochten er problemen zijn onderling tussen de kooplijn en de gemeente, doen wij een beetje bemiddelen. En ja, dusdanig zoiets regelen we allemaal. Okay. Nou gaat het vandaag even over de nieuwe bestrating. Hoe ver of hoe is men daartoe gekomen? Nou, na heel veel praten en veel getouwtreks zijn we onderhand zover dat de bestrating hier aangepast wordt. En een gedeelte is al klaar. Zoals je kunt zien is het echt een succes geworden, want het ziet er echt fatsoenlijk uit. De mensen kunnen fatsoenlijk lopen, de fietsers kunnen gewoon fatsoenlijk fietsen. Dus het is echt een vooruitgang. Dat denk ik ook dat mensen dat vinden, ja. Verder heb ik gehoord dat er een actie op touw staat. Ja, inderdaad. We willen de komende weken na de paas, als de bestrating helemaal klaar is, willen we een langdurige actie gaan doen hier op de markt. Dus ongeveer 4 of 5 weken lang. En dan de mensen elke week flinke prijzen kunnen verdienen hier op de markt. En de laatste week echt een superhoofdprijs kunnen winnen. Dus dat het voor mensen ook heel aantrekkelijk is om de markt weer te bezoeken. Want is het nodig om mensen toch nog naar de markt toe te trekken? Het is heel zeker nodig, ja. Want zeker door de afgelopen winter verlies je altijd natuurlijk wat klanten. En door de bestrating zijn er heel veel mensen die weg zijn gebleven. Dus oudere mensen en mensen die moeilijk begaanbaar zijn. En dan blijven ze weg. Wat vindt u van de mogelijk nieuwe bestrating? Nou, daar heb ik heel veel voor op ingespannen ook. Want ik ben hier met de wethouder van Verhallen. Ja? Ben ik hier door het dorp heen geweest. Om vooral wij op de akkers ook. Er zitten veel mensen in rolstoelen, lopen met rollators. En wat ik zomers, ik zit veel in het park ook bij spreken hier, hoeveel fietsers ik niet heb zien vallen. Ja. Want het was gewoon een levensgevaarlijke straat. Dus u kunt het alleen maar toejuichen? Ja, want dat kan hij wel beamen wat ik hier al niet voor gedaan heb. Want ook verschillende keren met de wethouder over gepraat enzovoort. Want het was echt een obstakel voor u om hier naar de markt te komen? Ik kwam nooit verder dan hier zo. Want ik vond het verschrikkelijk. Heb ik nog een elektrische rolstoel, maar dan moet je de mensen hebben in een gewone rolstoel. Ja. Nou, die durven gewoon weg hier niet komen. Nee. Maar ja, dat is nu voorbij. Nu kunt u weer lekker. Dat wordt wel voorover. Nou, dan wens ik u veel plezier van de zomer hier ook. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. De nieuwe bestrating hier op de markt, wat vindt u ervan? Ik vind het geweldig. Want dus waren het hopeloos. Ik kon amper lopen hier. Ja, nee, dat klopt. Nee, dat is. Die stukken komen, blijven die er dan erin, die ervoor nog liggen. Nee, daar gaan ze volgende week nog ook uit. Nee, ik vind het geweldig. Had u van tevoren iets gehoord dat ze er iets aan zouden gaan doen? Ja, van iemand hebben wij gehoord, of het in het krantje gestaan, dat ze iets aan die straten gingen doen. Maar er wordt zoveel gezegd bij de gemeente. Maar u vindt het dus duidelijk een verbetering? Het is echt een verbetering, ja, zonder meer. Ik zag u net over de kinderkopjes, maar dadelijk komt u in het nieuwe stuk. Wat vindt u daarvan? Ja, goed hè. Maakt me niet uit. Dus, Nee, u vond het geen hinder? Nee, helemaal niet. Ja, maar ze is. Ik ben hier niet even nu. Ik kom uit Amerika. Dus ja, dus maar mij en ik zei het, ik vind het al twee leuk. Want ik mis dat toch wel een beetje hoor, de kinderkopjes. Maar kunt u zich ook voorstellen dat mensen met kinderwagens en rolstoelen daar problemen mee hadden? Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Maar ja, ik bedoel, jij hebt hem gezien, hij vindt het helemaal niet erg. Dus, maar het is wel moeilijk voor mensen die gehandicapt zijn, of met de rollator, of met de kinderwagen. Ja, maar voor u was het even een dorpse belevenis? Ja, ik had even zoiets van, ik ben weer terug. Oké. Okay. Veel plezier. Oké, dank u. Ik zie u met uw fiets over het nieuwe gedeelte. Wat vindt u van de nieuwe bestrating? Zeer slecht. Foutieve investering van de gemeente. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, want wij hebben dus duidelijk ook gevraagd als Veilig Verkeersorganisatie om de markt te verplaatsen naar de andere kant, naar Sjafraat. En niet het verkeer te belemmeren hier in Nuenen. Het verkeer gewoon door laten gaan. Mooi over de kinderkoppen heen. Gaan ze ook niet te snel. Nou gaan ze het weer mooi vlak maken. Was de volgende stap? Gaan we weer een bult maken, want dan gaan ze weer te snel. Dus laat alsjeblieft liggen. Desinvestering. Ik zie hier met uw fiets op het nieuwe gedeelte. Wat vindt u ervan? Nou, geweldig. Ja, nou gaan we met plezier naar de markt. Ja. Voorheen niet? Nee. Dat liep zo ongelukkig. Oh, verschrikkelijk. Ja. Dus je vindt het echt een aanwinst? Ik vind het echt, ja, een verbetering. Nou hoorde ik net iemand zeggen van, ja, maar nou als de markt er niet is, dan gaan de auto's hier weer hard rijden. Nou, dat denk ik niet. Ik tenminste niet.
Oké, okay. Nou heel duidelijk en ik zou zeggen markt ze verder. Ja, dankjewel. Ja. Moest hier toevallig zijn. Oh,